Hallo iedereen en welkom bij aflevering 35 van WBTV. Je ziet, ik zit hier nog in de stand van de business to business. Maar voordat we daar verder over gaan uitweiden, gaan wij eerst eens kijken naar de wedstrijd van deze zaterdag. 0-0 tegen Charleroi. En onze Benoit heeft zijn uitleg daar eens over gedaan. Ja, het doet heel veel deugd. Sinds Anderlecht had ik niet meer gespeeld. Dus ja, het doet enorm veel deugd. En ja, het is natuurlijk altijd het belangrijkste moment om te starten en een goede prestatie neer te leggen. Take the time to make some sense of what you want to say. And cast your words away upon the way. Ik kreeg de bal op de rechterkant en ik ga naar binnen en ik schiet met mijn linkse en ja, de keeper komt pakt hem vrij goed en ja, dat is natuurlijk spijtig. Dan denk ik een goed georganiseerde Charleroi gespeeld. En ik denk dat de keeper ook een hele goede wedstrijd heeft gespeeld. Dus we hebben kansen gehad, maar we hebben die niet kunnen afmaken. Ik denk dat onze groep heel dicht bij elkaar zit. En als we een positieve gaan winnen op Mechelen, dan kunnen we hopen op de eerste plaats in de play-off 2. Dus ja, dat is heel belangrijk. En ik denk dat we ook naar Mechelen gaan om te winnen. Net als Benoit is Kassim nog eens gestart, de zaterdag tegen Charleroi. Ja, hij heeft nog niet echt heel veel gespeeld dit seizoen en ja, logischerwijs is hij er ook niet echt heel gelukkig mee. Maar ja, hij heeft toch zijn best gedaan en daarom hebben wij hem eens op de kruk gezet. Moi, je pense. Je mérite parce que je m'entraîne bien chaque week-end et j'essaie de faire toujours ce que le coach me demande à l'entraînement, me donne des conseils. Je suis content de mon match parce que j'ai fait ce qu'on m'a demandé et j'espère que j'ai fait bien parce qu'on n'a pas encaissé. Normalement, on méritait plus parce que nous, on a créé plus d'occasions. Et je n'ai pas fait des choses extraordinaires. J'ai fait juste ce qu'on m'a demandé et je pense que j'ai fait ça bien. Moi, ce qui s'est pas rentré, donc, c'était. Je pensais que c'est rare que je rate ce genre d'occasion parce que l'année passée, j'avais mis quand même deux ou trois. Moi-même, j'étais étonné quand le ballon est passé à côté, mais c'est l'effet du match. C'est ça un peu dommage pour moi parce que j'ai pas joué beaucoup cette année par rapport à l'année passée. Donc, bon, je peux dire que c'est un choix aussi du coach. Donc, on ne discute pas, c'est à moi de travailler dur encore pour. Et c'est ça que je suis en train de faire jusqu'à présent. Je n'ai pas de problème pour rester. Tu vois? Moi, j'ai tout le temps dit ça parce que j'ai encore un an de contrat plus option. Donc, c'est le club qui décide. Hein? Donc, moi, je suis là, je travaille, mais j'ai envie de jouer quand même. Tu vois? Donc, c'est ça le plus important pour un jeune joueur de jouer. Quand tu ne joues pas, ce n'est pas bien aussi. Donc, j'espère que quand je vais rester et que je vais avoir l'opportunité de jouer, donc,
voor plus de matchs que cette année. Ah, mon fils, ça va très bien. Et depuis au début jusqu'à maintenant, très bien, il dort bien. Donc ça, c'est le plus important aussi. Zoals ik al zei, was het hier business to business gisteren. Het was mijn speciaal thema, namelijk proeven van IT. Maar ik mocht niet komen van mijn vrouw. Nee, ik weet niet of je de vorige business to business nog kunt herinneren. Daar had ik al iets te veel geproefd van andere dingen. Met als gevolg dat ze zei, blijf maar thuis. Maar wij hebben dan maar eens gaan samenzetten met de commercieel verantwoordelijke van deze ploeg. En die komt er nu bij zitten. Dag Frederik. Zeg, Karel. Die partnerships, hoe belangrijk is dat eigenlijk voor de club? Ja, heel belangrijk. Hè. Ik denk toch dat het alles van rond partnerships toch een derde van ons budget, totaalbudget inneemt. Dus ja, je kunt moeilijk zeggen dat dat onbelangrijk is natuurlijk. Ja, natuurlijk. En zo, ja, die partners, wat doet de club daar eigenlijk voor? Wat is zo interessant voor die partners om voor ons club te kiezen? Goh, het is belangrijk en daarom doen we heel veel voor onze partners. En niet eigenlijk meer dan op wat op papier is afgesproken. Dus ja, bijvoorbeeld gisteren is hier een businessavond geweest van een van onze partners, Netflow. Titel Proeven van IT. Dus dat wil zeggen dat heel wat bedrijven er interesse voor hebben. Maar niet alleen IT-bedrijven, dus eigenlijk heel wat partners waren hier ook aanwezig. En dat is een beetje onze visie. Hè. We willen partners dichter bij elkaar brengen, met elkaar in contact laten komen. En zo komen we ook in contact met nieuwe partners en zijn de bestaande partners bereid om volgend jaar met ons mee te denken en met ons mee te groeien. Ja, zeg. We hebben het eigenlijk wel goed gedaan van het seizoen. Hè. Dus ik denk dat de partners en de sponsors toch ook wel heel content zijn geweest dit seizoen, denk je aan? Wel, ben ik 200% van overtuigd. Hè. Dus dat is ook onze visie. Onze club is een mooi verhaal aan het schrijven. We brengen dat verhaal zoveel mogelijk naar buiten, naar de buitenwereld, naar onze partners en onze supporters. En de bedoeling is dat iedereen meegroeit. Dus onze ploeg doet het beter. Onze partners gaan erin mee in dat verhaal. En trekken automatisch ook nieuwe partners aan. Dus eigenlijk, naar volgend jaar toe, wordt het budget dan een beetje verhoogd? Ja, ik denk dat het budget de komende jaren niet meer zal dalen, altijd zal stijgen. Hè. Dus het klinkt misschien cliché, maar stilstaan is achteruit gaan, zegt men altijd. Maar dat is ook zo. Nu, de ambities van onze club, sportief en extra sportief, die zijn hoog. Dus onze partners gaan er automatisch in mee. En onze huidige partners gaan telkens meegroeien. En dat hebben we eigenlijk door de jaren heen altijd al bewezen dat ze dat doen. Dus ik herhaal, ja, zo trekken ze ook nieuwe contacten, nieuwe partners met zich mee. En dat was gisteravond het beste bewijs. Hè. We hebben toch een aantal nieuwe contacten kunnen leggen. Zijn er al wat nieuwe grote namen bij zo? Wat zijn grote namen, hè, Karel? Maar ik denk dat we toch de buitenwereld gaan kunnen verrassen met een aantal leuke namen, bekende namen. Maar dat zal tegen het begin van het nieuwe seizoen, het zal er snel zijn, bekend worden. Ah, dat is al goed. Zeg, ik heb ook gehoord dat jullie een filmpje hebben gemaakt. Wel, zoals ik net zei, wij sponsoring of partnerships, hè, want het woordje sponsoring proberen we eigenlijk een beetje te bannen. Het is partnerships, dat zegt veel meer dan sponsoring alleen. Is meer en meer het brengen van een verhaal naar de buitenwereld. En daarom hebben wij eigenlijk beslist om, en we hebben dan Comifort de opdracht gegeven om samen met ons een prachtig filmpje te maken. En ik denk dat het resultaat mag gezien zijn. We
feel them. Unify us, make us feel proud. In the streets our heads are lifting. As we lose our inhibition, celebration, it surrounds us. Every nation all around us. Sing forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game. And together at the end of the day, we all say, when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. So wave your flag, now wave your flag, now wave your flag. Frederik, zijn er dan voor volgend seizoen nog meer mogelijkheden om die partners zo naar voren te brengen of in beeld te brengen? Ja, dus zoals ik zei, we gaan vooruit. En om de partners meer te kunnen bieden, moeten we ook een stukje investeren. En ja, daarom heeft onze club beslist om te investeren in ledboarding. Dus niet een klein stukje ledboarding van 20 meter, nee, 10 keer zoveel. Dus 200 meter ledboarding, camera gericht. Om onze partners enerzijds ja, meer kwaliteit te bieden en ook nog meer flexibiliteit. Want dat is toch ook een van onze sterktes, dat we snel en kort op de bal kunnen spelen. Dus die ledboarding komt er enerzijds. We hadden al een stukje ledboarding, zijn onze videowal, onze ledwal. Die wordt vernieuwd, ook ja, met de nieuwste technologie, om ook nog ja, kwalitatiever te kunnen inspelen. Die zal ook meer gecommercialiseerd worden, dat is twee. En dan gaan we ook nog een aantal andere producten commercialiseren, zoals WBTV. Ik denk dat het bereik van WBTV toch ja, nu al zijn strepen heeft verdiend. Hey. En eigenlijk bij deze een oproep naar alle kleine partners, KMO's, mogen grote partners zijn ook natuurlijk, maar die zeggen van oké, okay, met beperkt budget, instabudget, wil ik WBTV en wil ik het publiek van WBTV ja, bereiken. Dus bij deze kunnen zij met ons contact opnemen. Dat is fantastisch. Het is eigenlijk alleen maar interessant om de partners van WAS te nemen. Ik kan mij geen reden opnoemen om geen partner te worden van WB. Wel, in dat geval heb ik nog eens een vraagje. Ons tante Irma. Oei. Ja, ja. Die, ik had van de week familiefeest en zei tegen mij, zegt Karel, ik denk dat ik eigenlijk ook wel wil sponsoren. En die heeft mij 15 euro meegegeven. Ik heb die nu bij. Ja. Maar ze vroeg of dat dan mogelijk was om haar gezicht van voor op de truikens te staan. Denk je dat dat gaat lukken? Het bestaat wel ergens een truik, denk ik, binnen onze club. Ja, ja, absoluut. Ik heb al een idee, denk ik. Ja, serieus? Ja, ja, ah, wel, dan gaan we dat eens uitwerken. Ja, voilà, dat gaan we straks bespreken. Fantastisch. Goed. Frederik, Karel, vriendelijk bedankt. Graag gedaan. En tot de volgende. Voilà, dit was het dan, aflevering 35 van WBTV. Ik hoop dat jullie zaterdag allemaal massaal aanwezig zijn op Mechelen, achter de kazerne. Want het zal daar serieus matchje voetbal worden. En ik heb gehoord dat de Joachim van Dam zoveel schrik had om tegen ons te voetballen, dat hij expres een roeikaart heeft gepakt. De broekenscheiter. Hij durft niet meer voetbal tegen ons. En ja, ik kan dat moeilijk kwalijk nemen, want we zijn goed bezig. En we kunnen misschien zelfs nog kampioen worden. Allee, van onze afdeling. Je weet het wel. Ik hoop jullie daar te zien. En bedankt voor het kijken. En anders tot volgende week bij WBTV.